Hey! Verrassing! Knolpower! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik begin de dag vandaag met wat water en lekker... Oeh, dit eet ik trouwens niet vaak. Een broodje met boterhamworst. Kennen jullie dat? Boterhamworst is best wel lekker. Eens in de zoveel tijd, elke dag. Ik zou helemaal gek worden. En ik heb hier een lekker bakje met appels. Zoals ze zeggen, standaard verhaal, super gezond. Vergeet geen fruit te eten, bla 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 bla. Het is een groot stukje, maar als het met een ei kan, kan het ook met dit stukje appel. Hoppa! Ik ben onderweg naar de sportschool en ik rij achter een auto en die heeft een redelijk bijzondere tekst op de achteruit geplakt. Er staat, I don't have navigation, I just follow Jesus. Oftewel, voor de mensen die niet zo goed Engels kunnen, ik heb geen navigatie, ik volg gewoon Jezus. Ik ben heel benieuwd waar je dan uitkomt. Als je Jezus gaat volgen, waar kom je dan terecht, mensen? Bedoelt de bestuurder van die auto dan de hemel? Of is er een geheime plek waar ik niks van af weet? Ik ben heel erg benieuwd. Waar denken jullie dat die auto je heen brengt? Of nou eigenlijk waar Jezus je heen brengt? Laat het weten in de reacties. En dit is helemaal niks slechts over het geloof of wat dan ook. Dit is gewoon een oprechte vraag van mij. Het leek me wel leuk om gewoon dit bij jullie neer te leggen. Laat het weten in de reacties hier beneden. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie gaan achterlaten. Wat ik wel eventjes belangrijk vind om daarbij te zeggen is dat hou wel respect tegenover elkaar. Of iemand nou gelooft of niet gelooft, dat zou helemaal niet uit moeten maken. Je moet iedereen gewoon waarderen zoals die is en respecteren zoals die is. En voor de mensen die benieuwd zijn, Enzo, geloof jij? Ja, ik geloof in mezelf. Dat zei ik al vanaf de basisschool. En dat zei ik een keer tegen mijn juffrouw. En die vond dat echt belachelijk. Die zei, Enzo, wat een onzin. Je kan niet in jezelf geloven. Je gelooft of in een geloof wat al bestaat, maar je kan niet in jezelf geloven. Nou, toen zei ik tegen die mevrouw, nou, dan heb je toch dikke vette pech, want ik geloof in mezelf, of je het nou wil of niet. En op de dag van vandaag zeg ik dat nog steeds. Ik geloof in mezelf. En dan zou je misschien denken, ja, maar waar geloof je dan in jezelf? Nou, dat ik bepaalde dingen kan bereiken in het leven. Zoals ik dus nu onder andere al heb bereikt. Waar ik nog steeds heel erg trots op ben. En dat mag je best zijn. Je mag best trots op jezelf zijn, op de dingen die je al hebt bereikt. Nou, dat wilde ik eventjes kwijt aan jullie. Oké, ik ga naar binnen. Ik ben namelijk 3 minuutjes te laat. Nee, het spijt me, Pim. Daar hebben we hem hoor, dames en heren. Het is Pimmetje. Ik heb wat voor je meegenomen. Elke dag feest bij jou, joh. Het is altijd feest bij mij. Ik heb wat voor je meegenomen. Aangezien jij af en toe het zo nodig vindt om tegen mij te schreeuwen... Ja. Dacht ik, ik maak het je wat gemakkelijker. Spaar je stem. Doe rustig aan. Doet hij ook als gestotter of niet? Ja, hij kan ook stottering aan. Hij kan ook stottering aan, oké, helemaal goed. Okay. Pim, jij stottert af en toe? Zeker. Maar dat is geen probleem. Nee, ik heb daar nog nooit om gelachen. Nou, eerlijk zijn. Pim. Dat is zo. Ik wou net zeggen, nu probeer ik serieus te zijn, nu moet jij ook even serieus zijn. Nee, weet je wat het is? Ik heb wel eens vaker mensen gehad op school of wat dan ook die stotteren. En sommige mensen die maken daar grapjes over. En tuurlijk, een grapje moet kunnen. Maar het is gewoon heel normaal en ik ga er heel goed mee om, toch? Je hebt een mooie kapsel. Kort hè? Zo! Snel hè? Snel hè? Ben je nog single? Nee, Pim is bezet. Mijn trouwdag, jongen. Is vandaag. Mijn trouwdag. Gast. Steek je gefeliciteerd, jongen. Gefeliciteerd. Trouwens, jongen. Gefeliciteerd. Heel erg tof. Laten we naar binnen gaan en dan word ik waarschijnlijk weer helemaal afgemat door Pim. We gaan het wieltje gaan met 15 keer naar voren en naar achter. Okay. 15 keer? Yes, 15 keer. Deegrollen. Deegrollen gaan we. Dan heb ik van je zo'n mooi ding gekregen. Lager en zo. Lager. Yes, heel goed. Kom maar verder, verder, verder. Zo'n ding moet ik ook hebben, man. Ik heb nu al spijt dat ik je heb gegeven. Kom op, Enzo. Kom aan. Dieper, dieper. Yes, heel goed. Kom dichterbij, dichterbij. A few moments later. Enzo, ik hoor je niet. Misschien wil je hierin praten? Klootzak. Klootzak, zei dat nou? Ik hoor je niet. Misschien kan je nog een keer... We gaan nog een keer. Oh nee. Klootzak. Wil ik eventjes rustig boodschappen gaan doen? Kom ik hem tegen? Ben ik er weer, hè? Jongen, weer zo'n YouTuber. Alles goed? Ja. Nice. Mooi om te horen. Heel tof dat Quinn eventjes meeging om boodschappen te doen. Want zoals de meesten van jullie wel weten, heb ik een hekel aan boodschappen doen. Ik vind dat zo super saai. Dus ontzettend fijn dat Quinn erbij was. Maar het was wel even tijd om boodschapjes te doen, want er stond niet zo heel veel meer in de koelkast. En nu zie ik jullie misschien wel denken van, hey Enzo, waarom ga je dan niet boodschappen online bestellen? Milan die doet dat wel eens. Maar weet je wat je dan weer krijgt? Dat je op een bepaalde dag en op een bepaalde tijdstip thuis moet zijn. En bij mij kan het laatste moment heel erg veranderen. Dan moet ik ergens heen en dan kan je dat niet afzeggen. Dus dat is een beetje het lastige aan online boodschappen bestellen. Maar het gebeurt wel redelijk vaak hoor. Niet bij mij, maar dus bij andere mensen die daar gebruik van kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan mensen die zelf niet naar de winkel kunnen. Dan is het super chill dat ze gewoon online hun boodschappen kunnen bestellen en kunnen laten bezorgen. Weet je trouwens waar het ook tijd voor is? Om hier wat aan te doen. Dit zo. Dit oranje wat hier allemaal op mijn gezicht zit geplakt. Wat heel erg begint te jeuken. Laten we daar maar even snel wat aan doen. Dat is niet helemaal gelukt zoals jullie zien, want het zit er nog steeds op. Ik kom echt net onder de douche vandaan. Ik had het heel erg lang uitgesteld. Ik heb nog een opname gedaan. En toen in één keer kreeg ik een appje van Quinn. Van, yo gast, ik ben uit eten. Om de hoek. Kom je ook? Toen had ik gezegd van, nee, ik kan niet. Ik heb het druk. Ik moet nog heel veel opnemen. Maar ik heb me ontzettend gehaast. Ik heb me snel aangekleed. Even een blouseje aangedaan. En nu ga ik hun verrassen. Want Quinn die is daar samen met zijn ouders. En als het goed is ook nog een vriend van Quinn. Dus laten we erheen gaan en laten we hun verrassen. Let's go! Huh? Oh nee. Yes, ik heb huissleutel bij me. Staat er iemand in de lift? We gaan het nu zien. Nee, niemand. Stel voor er zou wel iemand in de lift staan. Dan begrijpen jullie natuurlijk dat het best wel ongemakkelijk is. Dat je zo met zo'n camera staat te wijzen. Zo, hallo, hallo. Nu gaan jullie je misschien afvragen, Enzo, waarom ga je naar de parkeergarage toe als het om de hoek is? Ik bedoel, je gaat toch niet met de auto? Nee, tuurlijk ga ik niet met de auto. Ik ga gewoon lopend. Maar ik heb een soort... Ja, het is eigenlijk een beetje een traditie geworden. Elke keer als ik naar de moeder van Quinn ga, dan neem ik bonen mee. En die bonen, die koop ik dan bij een winkel, maakt niet uit welke. Als ik bonen zie waarvan ik denk van, hé, en dan heb ik het over koffiebonen. En ik denk zoiets van, hé, die zal ze misschien wel lekker vinden. Deze komen blijkbaar uit Colombia. Zo. Bonen uit Colombia. Zo. Dan neem ik ze mee. Dus ik heb ook nog een cadeautje. Dus dan kan ik dat ook geven, want dat ligt al een tijdje bij mij thuis. Oeh, een hele grote mug. Hier zit de mug. Zien jullie hem? Ja, die had je niet zien aankomen, hè? Weet jullie waarom ik dat deed? Omdat ik vannacht ben geprikt. En misschien wel door jou. Ha! Oké, daar gaan we mensen. Spannende muziek in 3, 2, 1... Ze hebben me gezien. Oh nee, ze hebben me gezien, meneer. Hey. Verrassing. Wat een feest, lieverd. Hi. Met Dorsch. Hi Don. Morgen Mick. Was goed? Ja, lekker. Wat met jou? Ja, lekker. Oh, het staat op beeld. Ja. Kameraden. Ja. Hey Quinn, zie ik je alweer. Hey, ben je alweer? Hoe is het maat? Ja, goed. Nog steeds. Gaat het ook beter met jou, want je was net een beetje moe nog, hè? Ja, ik was moe van sporten, niet normaal. Maar ik heb een lekkere douche genomen. Ik heb niet mijn haar kunnen doen, maar hey, ik ben er. Maar lief dat ik nog kan aanschuiven. Ik denk dat jij ook een hamburger bent. Hamburger, ja, lekker. Hoi Sokje, hallo. Kusje. Lekker kusje hè, van Sok. Het was echt super gezellig om eventjes met Quinn, Don en de ouders te eten. Was echt gezellig. Oh, jammer dat Sokje niet mee kon. Ik heb Sokje nog nooit ergens mee naartoe genomen. Dus misschien is dat wel leuk om een keertje te doen. Om Sokje mee te nemen ergens naartoe. Ik weet niet of Sok, vind je het leuk? Lijkt je dat leuk? Een keer wat anders zien dan het huis hier? Lijkt je dat leuk? Oh, ik zit helemaal vol mensen. Ik heb een heerlijke hamburger gehad. Maar goed, we gaan lekker opnemen. Waarschijnlijk zit mijn hele overhemd weer vol met haartjes. Maar dat geeft niet hoor, Sok, want ik hou van jou. Enzo heeft weer eens een keertje de was uitgesteld. Jongen. Moet nou kijken hoeveel. Maar het wasje is gedaan. Ik wil jullie nu eventjes iets laten zien wat ik echt onwijs lief vind. Dit heb ik gekregen van Indy. Ze heeft hier heel erg mooi KP gemaakt. Ik weet niet meer precies hoe dit heet. Weten jullie dat? Dan kunnen jullie dat achterlaten in de reacties. Iets met kraaltjes of zo. Dan moet je dat strijken. Ik weet niet meer precies. Maar dit wil ik ook een keertje doen. Dat is echt te lang geleden. Ze heeft hier een hele mooie fanart gemaakt op zo'n canvas. Heel erg lief. En hier, ik weet niet echt precies wat het idee hierachter is. Een rolmaat. Moet ik gaan klussen of zo? Moet ik iets doen? Ik heb geen idee. Het kan wel van pas komen. Maar goed. Oh, misschien als ik ga jeu de boelen, dan heb je die soms nodig. Hier een lief kaartje waar ze een tekst op heeft gezet. Dus nogmaals Indy, dankjewel. En dit vind ik echt super geinig. Het is niet heel erg mannelijk, moet ik zeggen. Ik hoef helemaal niet uit te leggen waarom. Maar dit zijn teensokken. Dus om elke... Ik dacht eerst dat het handschoenen waren. Het is echt nog super mooi weer buiten. Waarom handschoenen? Maar dit zijn dus teensokken. Dus op elke teen zit dan... Ja, zo'n dingetje. Nou, dat lijkt me heel erg geinig. Dus... Als het morgen niet zo heel mooi weer wordt, dan ga ik deze aandoen. Dat is lekker warm. En dan nu ga ik lekker naar bed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En het is me uiteindelijk gelukt, zoals jullie zien. Ik heb me uiteindelijk geschoren. Ja, ja. Helemaal fris en fruitig. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. We gaan richting de 2 miljoen. We zijn zo ontzettend dichtbij. Het gaat heel hard. Dus bedankt iedereen die geabonneerd is of die nu gaat abonneren. Shout-out naar jullie. Ik zie jullie dus morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knolpower! Yeah.